Oké, okay, ja, jammer genoeg is er geen microfoon, dus ik moet het zo doen. Ja, maar ik moet het dan. Als je gewoon op die plek staat, weg. Ja, maar ik kun je niet zo staan. Oh, als ik hier blijf staan, hoor je ook goed. Oké. Okay. Ik wil vandaag iets vertellen. De lezing zit ietsje voor de casus uit, misschien. Dus er zijn een paar onderdelen. Daar zou ik iets sneller overheen gaan, omdat we die ook nog in de onderwijsgroep gaan bediscussiëren. Wat ik ook belangrijk vind is dat het practicum wat we donderdag gaan uitvoeren, dat jullie thuis al eigenlijk kijken naar de vragen die horen bij het practicum. Want we hebben maar anderhalf uur per groep, of tenminste er zijn twee groepen, om de experimenten uit te voeren. En dat is relatief kort, dus je moet het practicum voorbereiden. Ik kan het makkelijk zien door gewoon een paar kritische vragen te stellen als studenten bezig zijn, want ik vind het echt belangrijk. Omdat we anders gewoon het niet halen in anderhalf uur. Want we zitten ook een beetje met de tijd die we daarvoor hebben kunnen vrijroosten. Dus als we gaan kijken, en jullie hebben dat denk ik ook al in de voorgaande jaren, een aantal eigenlijk genetypen of groepen genen die belangrijk zijn bij het ontstaan van kanker. En gisteren hebben jullie geloof ik ook de dysplasie behandeld. Ivo Lambrechts heeft de dysplasie behandeld, denk ik. Dus de carcinomen en de histologie. En ik wil eigenlijk vandaag iedere keer een rondje maken uitgaande van de histologie naar de genetische afwijking en naar een aantal producten die we ook al bediscussieerd hebben in de casus. Omdat we het belangrijk vinden dat je dat als geïntegreerd als het ware ook kunt bewandelen, die paden. En als we op een toets iets vragen, leg dat en dat eens uitgevers aan hoe het is, moet je makkelijk naar aneuploïdie, naar inbalans, naar moleculaire pathways kunnen springen. En ik wil dat dus ook eigenlijk vandaag een beetje doen. Door wat voorbeelden te geven. Nou, we kennen natuurlijk het begrip oncogenen. Hè, dus genen die betrokken zijn eigenlijk bij, of die de celcyclus beïnvloeden. Frans Raamakers heeft daar denk ik ook voorbeelden van gegeven. Vorige week denk ik ook bij de lezing rondom pathologie, kwam er dadelijk op terug. De tumorsuppressorgenen en de stabiliteitsgenen. Het zijn eigenlijk altijd die groepen genen die genetisch ook veranderd zijn, want het is niet een afwijking die specifiek in één gen ligt. Ik kom daar dadelijk op terug bij de erfelijke vormen. Als we kijken, dat is dus totaal anders dan monogene aandoeningen, waar bijvoorbeeld bij cystic fibrose, waar één gen specifiek gemuteerd is. Kanker is eigenlijk een multigen, een multi-hit probleem. En ik zal daar een paar voorbeelden van geven. Het is belangrijk om te beseffen dat als we kijken naar kanker, dat het een groep van genen zijn die aangedaan zijn. En ik zal ook nog op Elaine een heel goed review van Hennehan en Weinberg, wat in 2011 uitgekomen is, waar dat ook nog een keer heel goed in staat. En dat is eigenlijk een... Als je kijkt naar alle casussen die we bespreken in dit blok, en als we kijken naar de oncogenese, is dat overzichtsverhaal wat in Nature geloof ik gestaan heeft, is zo ongelooflijk, laten we zeggen, informatief. Daar staat alles in wat je eigenlijk zou moeten kennen voor dit blok. Dit is uit een andere Hennehan, een wat oudere versie, waarbij die ook aangeeft eigenlijk de rol die RB en P53 spelen. We hebben dat opgehangen in onze casussen aan HPV. Waarom? Omdat dat, ja, jullie hebben celcyclus allemaal al gehad, bij wijze van spreken. En we vonden voor het humaan papillomavirus was dat juist zo mooi, omdat je daarin kon zien dat ook daadwerkelijk die RB-pathway en de P53-pathway geraakt werden. P53 dan via E6 en RB via E7. Ik denk uitvoerig in de onderwijsgroepen bediscussieerd. En hierin staat dan ook weer een keer MDMP en P16. En ik zal ook op P16 terugkomen, omdat dat toch een gen is, of een inhibitor van de CDK-cyclines, die een hele belangrijke rol speelt bij vele solide tumoren. Ja, dus deze pathways, ik beschouw het maar als gekend. Belangrijk is dat kanker predispositiegenen, hoe je daar naar achter kwam. Nou, we hebben het gehad over RB, het retinoblastoomgen. Dat is natuurlijk ook die familiaire vorm van het retinoblastoma, waarbij kinderen op vrij jonge leeftijd in hun beide ogen een retina, een tumor krijgen. Daar is niet aan te ontsnappen, maar er zijn eigenlijk nog vele andere genetische afwijkingen. APC komen we nog uitvoerig op terug,
van Hippo Lindau komen we ook op terug. Dus dat zijn eigenlijk genen die een bepaalde rol spelen bij angiogenese of een bepaalde rol spelen bij celcyclus of proliferatie. En als ik even terugkom op P53, dat is het Liframeni-syndroom. Eigenlijk alle solide tumoren, 70-80% van de solide tumoren, daar wordt P53 mutaties worden daarin gevonden. Dus mensen die een mutatie hebben in P53, dus één van de allelen is daar aangedaan, die hebben ook een grote kans dat ze andere tumoren zullen ontwikkelen. Dat is natuurlijk vervelend. Maar dat is namelijk zo zeggen als je erfelijk belast bent. En P16, dat is ook een, die komt ook voor. Dus als in de kiemlijn één van de allelen P16 gemuteerd is, dan ben je, laten we zo zeggen, bevattelijk voor het ontstaan van melanomen en pancreascarcinomen. Stabiliteitsgenen, daar zitten bij repair, die betrokken zijn bij repair. En ik denk dat dat ook in de vorige jaren repairmechanisme uitvoeren bediscussieerd zijn. Maar hier zijn BRCA1 en BRCA2. Ik denk gisteren ook in het college van Sjaak Jansen aangegeven als voor mammacarcinomen eigenlijk op dit moment een hele belangrijke target om naar te gaan screenen als je erfelijk belast bent. Omdat blijkt dat die associatie met het ontstaan van borsttumoren en mutaties in BRCA1 en BRCA2 bepalend zijn. Nou, er staan nog een paar andere genen, ga ik nu niet verder op in, komen we ook in de casussen nog op terug. En ook oncogenen, zei ik dan dat die eigenlijk wat minder vaak voorkomen in de erfelijke lijn oncogenen. Omdat ja, als er een oncogen mutatie is, dan zal ook tijdens de ontwikkeling van een embryo zal dat eigenlijk direct leiden tot eigenlijk proliferatieproblemen. Terwijl om aan te geven voor P53, een muis die totaal geen P53 heeft, zou die geboren kunnen worden, denk je? Nee. Nee? Wie is voor nee? Wie is voor ja? Nou, eigenlijk zegt iedereen, eigenlijk denk ik het niet, hè? Want als P53 gemuteerd is, nou dan volgens mij is dat niet echt goed, want je krijgt de kanker van alle kankers. Het gekke is dat een knock-out muis van P53 normaal geboren wordt. Die heeft eigenlijk morfologisch, als je er naar kijkt, niet veel afwijking. Maar wat zou die wel krijgen? Wat zou opvallen als die muis geboren wordt? Ten opzichte van zijn collega's die niet een knock-out hebben van P53. Wat zou je opvallen, denk je? Na een paar maanden is dat al duidelijk. Nou, die P53 knock-out muis, die zal meteen relatief heel snel tumoren ontwikkelen. En diegene die dat niet heeft, die geen mutaties, zal dat niet hebben. En hoe komt dat nou? Kijk, P53 speelt vooral een rol als er stressfactoren zijn. Kijk, in de baarmoeder van de muis en ook van de mens zijn er stressfactoren. Dat is eerder hypoxie of lage zuurstofspanning, maar daar is het embryo op aangepast. Maar DNA-schade zul je daar niet direct oplopen. UV-schade zul je ook niet direct oplopen. Dus P53 is vooral geeft vooral een respons op het moment dat, dat er hier repair moet plaatsvinden. Dat is anders voor RB. Een knockout van RB is wel letaal. Die kun je eigenlijk niet, die is niet functioneel of wordt niet geboren. Belangrijke spelers zijn ik dus oncogene, tumorsuppressorgenen. Ik kom even terug op telomerasegenen. Ik zal het ook even skippen. En stabiliteitsgenen. Belangrijk is dat op dit niveau de activatie kan plaatsvinden. En voor oncogenen geldt dat eigenlijk dat er een activatie plaatsvindt. En we hebben al gehad, we hadden gisteren denk ik ook HER2 amplificaties bekeken. En HER2 amplificaties, dat zijn eigenlijk amplificaties van het gen coderend voor de receptor, voor de EGF-receptor. De familie, en dat is een gevolg van een genamplificatie. Dus het is eigenlijk een overactivatie. Er wordt meer eiwit gesynthetiseerd en over het algemeen leidt dat ook tot, als er groeisignalen komen, dat de cel wat heftiger reageert op deze signalen en dan een proliferatie een voordeel heeft. Het zou ook kunnen zijn dat er een mutatie in zit en dat zo'n gen dan als het ware niet meer zijn functie kan vervullen. En als dat is bijvoorbeeld een fosfatase, omdat die niet meer kan worden gedefosforileerd, dan kan het zijn dat zo'n eiwit eigenlijk actief blijft. En dat is dan ook een activatie. Anderzijds hebben we de chromosomale rearrangements, en we komen daar vandaag eigenlijk ook op terug. Voorbeeld, translocaties kunnen ook aanleiding zijn
dat bepaalde genen hoger tot expressie komen en daarmee eigenlijk ook een actievere rol spelen. En bij veel leukemieën zijn deze translocaties dan eigenlijk ook typische veranderingen waar oncogenen geraakt worden. Voorbeeld van borstcarcinoma, waarbij eigenlijk die amplificatie een impact heeft op de therapie. Maar ook op dit moment wordt er gescreend, alle vrouwen die dus geopereerd worden voor een borsttumor, worden eigenlijk op dit moment standaard gekeken of die een amplificatie hebben van HER2. En ik zal tijdens dit praatje ook een aantal voorbeelden laten zien van techniek in situ-visualisatie, omdat we die zelf ook gaan uitvoeren. Dit soort reacties kunnen we helaas niet doen. A, zijn ze vrij kostbaar, omdat ze helemaal echt in de diagnostiek zitten. Maar ook omdat deze reacties wat meer tijd kosten. Maar hier zie je dus een voorbeeld waarbij je eigenlijk wil gaan jagen naar een HER2 amplificatie. Dus dat gen is geamplificeerd. En hoe wil je dat nou doen? Dat doe je eigenlijk door ook te kijken naar hoeveel centromeren 17 er zijn. Dat chromosomale aneuploïdie kom ik dadelijk op terug. Maar chromosoom 17 geeft dan eigenlijk aan of dat normaal is, of er bijvoorbeeld 3 kopieën aanwezig zijn. En je kunt dan zien aan de HER2 signalen of er een amplificatie is. En hier zie je zo'n voorbeeld van een situ-hybridisatie, waarbij je hele vette dots ziet. Dat hebben, laten we zeggen, haast alle plaatjes die ik laat zien op het visgebied hebben allemaal jezelf in huis gedaan. Die zijn dus niet van het net geplukt. Dit zijn eigen reacties die we gewoon hier kunnen uitvoeren. En hier zie je dus een heel groot cluster. En dit is één zo'n klein puntje. Dat is eigenlijk het signaal wat je kunt verwachten van een hybridisatie op een HER2. Dus dat is in de orde van 40 kilobazen. En je ziet dat hier hele grote clusters van spotjes zijn, dat gen is geamplificeerd. En als je kijkt naar centromeer 17, wat dus hier groen is, dan zie je bijvoorbeeld in deze cel, die heeft 4 kopieën, en je ziet dat daar echt niet 4 spotjes of 8 spotjes voor de splitten van de signalen, maar hier zie je dus grote clusters. Dus dit is echt een amplificatie van het gen. Nou, zo'n vrouw zou dan een aanmerking komen of nu standaard worden behandeld met Herceptin. Dit is een blauwe DNA-kleur en dat kleurt de kernen aan. En in dit geval zie je dus een amplificatie van een oncogen. Behandeling, Herceptin, blokkeren van de receptor. Om even terug te komen tot in situ-hybridisatie, deze reactie gaan we zelf uitvoeren en we gaan ook dit soort plaatjes maken. We willen twee typen tumorcellen uit elkaar halen. En wat je eigenlijk bij zo'n situ-hybridisatie doet, en dat is eigenlijk het belangrijkste concept voor een situ-hybridisatie, is eigenlijk het hybridiseren. Dat concept, het hybridiseren van een complementaire streng aan zijn targetsequentie, is eigenlijk het basisconcept voor de in situ-hybridisatie. En de techniek zelf is, nou zeggen, ontwikkeld aan het einde van de jaren 80. En heeft eigenlijk voor alle mensen die in dit veld gewerkt hebben uiteindelijk er ook toe geleid dat competitiehybridisaties zoals die er zijn voor de microarray, die zijn eigenlijk allemaal gebaseerd op benaderingen startend met de in situ hybridisatie. Want wat je doet is, je hebt een gelabelde DNA-proop, wat er links staat. In dit geval is het woordje probe iets anders dan bij de microarray, want bij de microarray noem je de probe die op het glas zit, op de drager. Bij de in situ hybridisatie is dat dus een stukje DNA wat je gekloneerd hebt, of wat je zelf gekloneerd hebt, of besteld via de databank, kun je al andere baks en paks krijgen. Dat DNA heb je gelabeld via een NIC-translatiereactie. Daar heb je dus een label ingebouwd, oftewel een molecuul wat je kunt herkennen. Dat kan zijn een hapteen, want weet ik niet wat een hapteen is. Een hapteen is eigenlijk een klein molecuul waartegen je een antilichaam kunt opwekken. Dus dinitrofeniel is bijvoorbeeld zo'n hapteen, biotine is zo'n hapteen, digoxygenine is zo'n hapteen. Dat zijn moleculen die je kunt inbouwen in het genoom via trifosfaten en waarbij je later ook antilichamen kunt gebruiken om die moleculen weer op te sporen. Dus wat je hebt een DNA-proop, je hebt je cellulair DNA, je denatureert dat. Je laat het hybridiseren, wij doen dat overnacht, dat is meestal ook de tijd die gekozen wordt. Er wordt een hybride gevormd, dat zie je hier. Het hybride specifieke complementaire streng reageert en het hapteen, of in dit geval dan, wij gebruiken biotine,
dat in dit geval niet met een antilichaam, maar met een antilichaam waaraan gekoppeld is bijvoorbeeld een kleurstof of een enzym, daarmee kun je het zichtbaar maken. Nou, er zijn heel veel verschillende type probes. We komen in het blok denk ik ook dan op een aantal nog wat terug. En we hebben ook al eigenlijk gezien dat bij virale DNA-probes tegen het humaan papillomavirus, wat ongeveer 8 kb is, daar heb je ook DNA-probes van, maar ik zal dat ook even laten zien. En je krijgt dus hier, laten we zeggen, een normale situatie en hier een abnormale situatie. En aan jullie de vraag, als jullie nou weten dat dit een DNA-proop is gericht is op een specifiek chromosoom, dan is dit bijvoorbeeld in de prenatale diagnostiek, zou dit een reactie kunnen zijn die ook daadwerkelijk gebruikt wordt voor de diagnostiek, waarop je stempel zegt van in orde, niet in orde. En dan jullie vraag, waar zou dit een voorbeeld van kunnen zijn als je kijkt naar prenatale diagnostiek? Trisomie 21. Ja, trisomie 21. En dit is dus ook een jaar of 10 is dit extra gebruikt, omdat ook in interfasecellen je die afwijking kunt zien. Dus je kunt relatief heel snel kijken wat voor een genetische afwijkingen er zijn. In dit geval een anosomie, dus een afwijking van normaal voor chromosoom 21. Nou, bij het de knoetsenmodel, ik sla dat even over eigenlijk, omdat ik vind dat we voor de casus dat dan nog uitvoerig bediscussiëren. Maar hier zie je dus een plaatje van een tumorcellijn met een metafasechromosoom en hier een normale metafasechromosoom. En wat je hier ziet is dat in de normale situatie zie je eigenlijk 2 chromosomen 17. Het centrum hier is weer gekleurd met rood. En aan het einde zie je het signaal voor P53. En aan de andere kant zie je een tumorcellijn van een patiënt. Daarin zie je ook een chromosoom 17. Maar daar valt op dat de targetsequentie voor P53 weg is, dus een deletie. En dat hoort ook eigenlijk bij het tumormodel van Knudsen. En dat is een fysische deletie. Dus het gen, als het ware, is gedeleteerd. Je ziet het niet meer. Dus ik gaf het net een voorbeeld. Je kunt zien of er iets extra's is. Je kunt kijken of iets weg is. En dit is een voorbeeld ervan. Een vraag aan jullie. Ik zie daar iedere keer mooi van die 2 puntjes. Ik zie 2 puntjes. Waarom zijn er nou 2 puntjes? Ja, dit is een metafase chromosoom en ik herken het target, in dit geval P53. Waarom zijn dat 2 puntjes? Ik dacht dat het chromosoom 1 puntje had. Ja, chromatide. Ja, dus het zijn 2 chromatiden, die liggen wel heel dicht tegen elkaar, maar een metafase chromosoom is eigenlijk al gedupliceerd DNA, dus je hoort daar 2 puntjes te zien. Dit is mooi, soms zie je er ook wel eens 1, dan is je reactie niet direct gelukt, want daar heb je ook mee te maken. En dat is ook altijd een beetje de spanning als we met jullie zo'n experiment doen. Het kan ook wel eens fout gaan en dan bij het einde heb je alles gedaan, mooi bij elkaar, kom je aan het einde, kijk je door de microscoop, zie je niks. Ja, dat is vervelend. Ja, maar eigenlijk kun je technisch geen methylatiepatronen herkennen. Ah, nee, natuurlijk niet. Methylatiepatronen, waarom niet? Waarom zou je geen methylatiepatronen kunnen zien? Omdat je helemaal denatureert. Nee, methylering, kijk, wat je natuurlijk bij methylering doet, zijn vaak kleine veranderingen in CG-repeats of zo die voor een gen zitten. En je wil kijken of die gemethyleerd zijn. Dat zijn maar hele kleine fragmentjes. Hè. Er zijn, ik weet niet hoe lang die stretches zijn, maar de probes die je daarvoor pakt zijn vaak heel kort. Dus op primers, hè, dus de PCR maakt hele korte stukjes DNA die je gebruikt om te hybridiseren en dan te PCR. Dat is hier niet zo, want deze targets die hebben een lengte ongeveer van 100 kilo bazen, dus 100.000 bazen. Dat zijn dus echt hele lange strengen. Terwijl voor die methylering kijk je maar een heel klein stukje. Dus je ziet dat niet. Je moet een bepaalde hoeveelheid signaal hebben, wil je het goed door een microscoop kunnen zien. Nou, dit is het Vogelstein model. Ik sla het eigenlijk ook even over, omdat dat een van onze kaders is. Vervelend. Ja, anders ga ik een hele casus bediscussiëren. Dat is eigenlijk niet de bedoeling. En ik heb voor mezelf gezegd, ik richt me op de analyse van de in situ en de andere technieken als de flow cytometrie. De first hit, zoals ik jullie toen net zei bij de kanker, zou kunnen zijn een translocatie of een mutatie die start, waardoor een cel groeivoordeel heeft. Dus meerdere
laten we zo zeggen, de massa cellen of de hoeveelheid cellen neemt toe. Er is een proliferatie. Dat is niet voldoende, want vaak zijn, ja, je kunt zeggen van proliferatie leidt vaak ook tot dysplasie. Ik heb er ook duidelijk een aantal voorbeelden van. Maar dat is echt nog niet voldoende om kanker te zijn. Dan ben je ook nog niet invasief, maar je bent wel, je zit in een risico. En de vraag is welke hits je nog meer zult krijgen om uiteindelijk invasief te worden. En we komen daar ook uitvoerig terug op invasie, metastase en eigenlijk de uitgroei. Want dat zijn eigenlijk hits die uiteindelijk veel belangrijker zijn. Dus het onsterfelijk worden, zodat je in ieder geval niet opgeruimd wordt na een aantal celdelingen. Want dat is heel belangrijk om te overleven. En dat is de casus die we doen rondom de telomerase. En ik geloof dat we die vanmiddag al gaan bediscussiëren. Belangrijk is om wel te beseffen dat zoals je normaal, als je normaal leeft, dat je toch 1 keer per miljoen een mutatie krijgt. Gewoon het repliceren van het genoom induceert eigenlijk veranderingen. En de mutaties, kijk, hier staat ook methyleringsevents. Ook dat zijn eigenlijk normale processen die plaats zullen vinden, waardoor veranderingen of expressie van specifieke genen optreden. Dan zijn er eigenlijk nog geen genetische veranderingen, maar het kan zijn dat dan een gen al wordt geïnactiveerd. Chemische carcinogenese, nou ik denk dat jullie vorig jaar uitvoerig over chemische carcinogenese en DNA-adducten hebben gesproken. Straling, die in ieder geval aanleiding zou kunnen zijn tot specifieke translocaties. En vandaag hebben we het gehad over een middel, dat antispinnenmiddel, wat ook eigenlijk DNA-breuken induceert, waardoor je eigenlijk ook schade oploopt. En virussen, kom ik nog op terug, het humaan papillomavirus. En uiteindelijk wordt dan de grootste speler genetische instabiliteit. Op dit moment zeggen ze kanker. Nou, wat is nou heel kenmerkend? Genetische instabiliteit. Het genoom is eigenlijk zo veranderd dat uiteindelijk genen niet meer met elkaar in balans zijn en ook de expressie niet meer met elkaar in balans is, waardoor de cel kan ontsnappen. En lange tijd is gedacht, nou kijk, als je 1 mutatie hebt, dan zal de volgende mutatie wel sneller gaan en dan je krijgt veel sneller achter elkaar mutaties en mutaties. He, dus het is een kwestie, als je 1 mutatie hebt, nou de volgende die komt echt wel, en wacht nog maar even, er komt daarna weer 1. En men heeft gedacht van, nou, het is gewoon, het begint langzaam en op een gegeven moment gaat het steeds sneller. Maar dat heeft men in de gedachte een aantal jaren geleden, maar dat blijkt niet zo te zijn. Als je dat uitrekent, dan kom je er gewoon niet. Met mutaties zelf kom je er niet. Mutaties zijn wel belangrijk, maar ze zijn niet een verklaring nou direct voor, laten we zo zeggen, wel voor het ontstaan, de initiële stappen, maar niet voor de verdere ontwikkeling. Belangrijk voor die chromosomale anosmie is, of chromosomale instabiliteit ook, dat we gezien hebben dat losses of heterozygosity, dat betekent dat er eigenlijk imbalansen zijn tussen maternale en paternale chromosomen. Blijkt dat soms een maternaal chromosoom wordt verloren, terwijl het toch het normale kopieaantal is voor zijn chromosoom. En hoe komt dat dan? Nou, het blijkt dus dat bij die celdelingen, we zeggen per ongeluk, het maternaal chromosoom verloren gaat en dat de identieke kopieën van het paternaal chromosoom in de tumorcel terechtkomen. Dus daar worden fouten gemaakt. En ik geef dadelijk daarvoor een voorbeeld. Dus belangrijk is om te beseffen dat die mutaties, dat die gecomplementeerd worden ook met grofstoffelijke veranderingen op chromosoom kopieaantal. En dan zou je kunnen zeggen van waar hebben we dat nou aan ontdekt dat dat zo was? Je hebt altijd mensen die zeggen nou wat is je werk? En dan zeggen ze nou ik werk aan, en dan noemen ze een eiwit, dan zeggen ze een notch. En dan zeggen ze wat is nou een belangrijk eiwit, notch? En zijn er andere eiwitten die belangrijk zijn? Nee, dat is alleen maar notch. Dus iedereen heeft een, als je werkt in een bepaald terrein, dan ben je zaak zo, ik noem het dan maar puntneuken, dat alles wat er om je heen gebeurt, dat moet je maar vergeten, want je bent bezig met 1 ding en niet met alles. Mensen die dus keken naar chromosomale abnormaliteiten in solide tumoren en die dus vaak opkwamen, recurrent, dus vaak terug of werden gevonden, dat waren mensen die tumoren die bij een patiënt waren verwijderd, die gingen ze in kweek brengen.
En ze deden niks anders dan al die tumoren in kweek brengen. En dat is vrij lastig, want solide tumoren kun je moeilijk kweken. Je zou denken, god, die groeien toch snel, maar die kunnen toch die delen. Het gaat lastig om die in deling te krijgen. Laat staan om ze een karyotype ervan te maken. Maar dat hebben die mensen toch gedaan. En wat je hier ziet is dat, wat men ontdekte, dat veel van die tumoren, zoals die daar staan, blaascarcinoom, borst, baarmoederhals, renal cell carcinoom, dat daar bepaalde afwijkingen te zien waren. Bijvoorbeeld een plus 7. Dus alleen enige afwijking die ze konden zien op basis van zijn metafase was een extra chromosoom 7. En bij blaascarcinoom, wat bovenaan staat, daar zagen ze heel vaak monosomie 9. Alleen maar één kopie van chromosoom 9. In die tijd wisten ze nog niet wat allemaal lag op chromosoom 9. Ze wisten wel, ze konden het chromosoom herkennen. Het Philadelphia chromosoom was al lang, dat konden ze natuurlijk al lang herkennen. Maar deze mensen die karyotypeerden konden in ieder geval laten zien dat er bepaalde chromosomale abnormaliteiten waren. En veel later kwam men erachter welke genen nou lagen op die chromosomen. En een chromosoom bevat misschien wel 1000 of 1500 verschillende genen. Maar wat ook belangrijk, en dat zal ik dan ook laten zien, dat er een aantal genen, bijvoorbeeld daarboven staat P16, die was heel sterk geassocieerd natuurlijk met verlies van chromosoom 9. Dan ben je ook P16 kwijt. Dus je bent dan eigenlijk een van die CDK-cycline inhibitors ben je kwijt. Een trisomie 7, dat werd ook heel vaak gevonden. En was ook vaak prognostisch van belang. Wat ontdekte men? De epidermal growth factor receptor, die lag op chromosoom 7. Dus die numerieke afwijkingen of chromosomale afwijkingen, die zijn ook uiteindelijk wel terug te voeren ook op genen die erop liggen. En dit zijn maar één gen, maar er zitten natuurlijk hele grote clusters van genen die allemaal op chromosoom 1 liggen. Om nou aan te geven wat voor zo'n allosemie, dat betekent een verlies van een chromosoom, maar het kan ook een winst van een chromosoom zijn, hoe dat nou kan ontstaan, daar staan hier eigenlijk de drie verschillende mechanismes die er zijn. Het zou kunnen zijn een non-disjunctie, het niet juist verdelen van de chromosomen nadat een diploïde cel is gedeeld. Dan wordt die 2N, 4N in chromosoom, in chromatiden. En dan gaat die uiteindelijk, dan worden er twee dochtercellen gevormd. Eentje die heeft een trisomie. En dan moet de andere per definitie een monosomie hebben. En dan is de vraag wie het nou het meest vitaal is. Nou, voor het blaascarcinoom is min 9 het meest vitaal. En die trisomie 9, nou die hebben we eigenlijk nog nooit gezien. Het is vooral de monosomie die levensvatbaar is en de trisomie gaat dood, die overlijdt niet. En die monosomie 9 heeft een goed voordeel en die gaat expanderen. Een ander mechanisme is anaphase-lagging. Dan gaan cellen na deling weer in twee dochtercellen. Maar wat er dan gebeurt is dat per ongeluk één van de chromosomen in het equatoriale vlak blijft liggen. Die wordt per ongeluk door die spindels niet goed over de verschillende dochtercellen getrokken. En wat je dan krijgt, dan krijg je één cel die heeft het normale aantal en een ander die is iets verloren. En dat treedt vaak op bij het ei-chromosoom. Ze hadden met zo het ei-chromosoom, zoals jullie zitten, heb je het ei-chromosoom nog nodig, want je moet je nog misschien voortplanten. Maar bij de oudere mens is het ei-chromosoom eigenlijk niet meer echt van belang of voor selectie. En wat je ziet is als je oude mensen of oudere mensen, als je daar die gaat karyotyperen, iemand van 90 jaar perifere bloed zou pakken van een man die gaat hem karyotyperen, dan zul je zien dat hij ook cellen heeft waar het ei-chromosoom niet meer aanwezig is. Terwijl hij eigenlijk nog gewoon gezond is. Dan kun je zeggen, op dat ei-chromosoom zitten toch maar weinig genen, dus die zullen ook niet heel belangrijk zijn. Dat is gedeeltelijk ook zo. Maar toch is het zo dat die anaphase-lagging, dus het verlies van het ei-chromosoom, is een voorbeeld van een normaal proces wat optreedt tijdens aging. Een ander proces wat ook kan optreden is polyploidisering. En dat vind je vaak in de lever. Cellen, een natuurlijk proces. Cellen zijn diploïd, delen, worden dan tetrasomie of tetraploïd of octaploïd. In de lever kom je dat soort cellen tegen. Het mechanisme waarom dat is, weet ik niet of dat te maken heeft met renewal. Maar die eigenschap hebben die cellen. En ook dit. Dus deze drie stappen die worden ook allemaal herkend in tumorcellen.
alle tumorcellen komen dit soort veranderingen kom je tegen. Nou, en dan hier heb je dan eigenlijk wat er gebeurt, want we gaan straks ook naar een aantal histologieplaatjes kijken. Het basisconcept eigenlijk bij kanker is altijd dat er is een hit en die cel die die hit heeft, heeft groeivoordeel en die gaat uiteindelijk ook uitgroeien. En hoe heeft men dat vroeger onderzocht? Hoe konden ze dat nou uitzoeken, dat inderdaad uitging van één enkele cel? Het idee was, nou, als je kijkt naar X-chromosoom inactivatie, dan kun je dat bij alle seksen, kun je X-chromosoom inactivatie uitzoeken? Kun je dat bij een man uitzoeken? Nee, bij een man moet je dat niet doen, want als die zijn X-chromosoom inactiveert, dan is het echt niet goed. Bij de vrouw wel, want die heeft een inactiveerd X-chromosoom. Dat is een random, door het hele organisme is dat random verdeeld. Dus als je een klompje cellen pakt, zul je zien dat de helft is het ene X-chromosoom geïnactiveerd en de andere helft het andere X-chromosoom. Maar als er nou een kanker ontstaat, dan mag je ervan uitgaan, als het in één cel is, dat die een bepaald inactivatiepatroon heeft. En dat patroon zal uiteindelijk uitgroeien. En alle cellen, die zullen dan geïnactiveerd zijn of geactiveerd zijn. Want één cel groeit uit. En dat werd lange tijd gebruikt om te kijken of het een monoclonaal proces is. Methyleringspatronen worden nu gebruikt en methylering van specifieke genen worden ook gebruikt. Ja, dus eigenlijk om te kijken naar die ontstaan van kanker uit één abnormale cel. Nou, hier staat dan eigenlijk clonale expansie, een mutatie, proliferatie en selectievoordeel, want uiteindelijk is het allemaal selectie, selectie, selectie. Uiteindelijk is het zo dat opgaat door bijvoorbeeld apoptose of overgroei en uiteindelijk heb je dan maar één neoplastische cel die dan het traject ingaat van invasie en metastasering. Om aan te geven dat er zijn ongelooflijk veel technieken geweest in het verleden die men gedacht heeft, nou kunnen we het oplossen, nu kunnen we het oplossen. En klassieke karikatering is eigenlijk als eerste begonnen omdat dat een relatief eenvoudige methode was. Je haalt cellen uit weefsel, je probeert ze in kweek te brengen en je hoeft ze alleen maar met trosomie te behandelen om ze in de G2M te arresteren, om te arresten, zodat je een rijke fractie hebt van metafases, je spot ze op glas en je kijkt door een microscoop, je telt ze, je bandeert ze en je kunt dan zo kijken wat er afwijkend is. Dat heb ik je toen net laten zien. Daar kwamen al die recurrent chromosomal aberrations vandaan. Dat werd gedaan op basis van klassieke karyotypering. Het meten van de DNA-plody, dat hebben jullie eigenlijk in het practicum van Bert Schutter gedaan, alleen heb je dan gekeken naar de celcyclus. Ook het meten van de DNA-inhoud van een tumorcel is heel lang gedacht, ik denk tot ongeveer het eind van de jaren 80, dat is het. Als we nou met die tumorcel, die zal ongetwijfeld een afwijkend DNA-inhoud hebben, hè, want hij is niet normaal. En we vinden veel aneuploïdie, we vinden vaak chromosomale veranderingen, dus als we nou maar heel netjes die DNA-inhoud van zo'n cel kunnen meten, toen men dus een flowcytometer ontwikkeld had en men kon DNA meten, toen ging in één keer iedereen flowcytometrie doen. En over de hele wereld werden alle solide tumoren die er waren, werden gemeten met een flowcytometer. Maar uiteindelijk kwam men tot ontdekking dat je veel aneuploïdie meten, maar dat het niet gebruikt kon worden om nou te differentiëren tussen dat is een goedaardige tumor en dat is een kwaadaardige tumor. Je vond wel afwijkingen, maar je kon de techniek niet gebruiken om te zeggen dat het kwaadaardig of goedaardig was, daar moet je een veel grotere resolutie voor hebben. De techniek zelf wordt nu natuurlijk nog steeds gebruikt om te kijken of cellen aan het delen zijn of dat er ook afwijkende cellen aanwezig zijn. Een andere techniek is de microsatellietanalyse, waarbij op basis van PCR nu ook gekeken kan worden of er verlies van heterozygosie is. Dus dat een van de allelen als het ware verdwenen is. Het blijkt, en ook dat is weer een veld geweest, toen die microsatellieten, die techniek werden ontwikkeld, dat was ook ongeveer in de jaren 80, toen ging iedereen allemaal microsatellietanalyse doen. En ook alle solide tumoren, we allemaal analyseren. En wat kwam men achter? Dat uiteindelijk, wat we ook bij die recurrent chromosomale afwijking, dat je ook vaak LOH vond voor dezelfde chromosomen, dezelfde gebieden. Dus daar schoten we ook niet zoveel mee op. Wat nog veel erger was, dat 70% van alle genen die je uitzocht, die je onderzocht in zo'n karyotype of in zo'n solide tumor,
bleek een vries van heteropsychiatrie te hebben. Dus dat werd je ook niet, was ook niet extra informatie. Het was wel zo dat men zo bijvoorbeeld de BRCA op het spoor is gekomen. En andere P16 werd toen ontdekt. Omdat voor die plaatsen al in één keer relatief snel ontdekt werd dat daar een kopie verloren was. De FISH, die volgde eigenlijk een beetje daarna. Toen is ook iedereen alle solide tumoren gaan fishen. Want we dachten, ja, de flowcytometrie zit niet, de LOH is niet, FISH. En uiteindelijk bleek dat ook niet zo te zijn. Belangrijk was wel dat we weefsels konden gaan analyseren. Dus gewoon direct door het microscoop de weefsels analyseren. Heel belangrijk. En daar zijn nou dan de comparative genomic hybridizations opgezet. En dat zijn dan eigenlijk de microarray experimenten. En die zijn dan zo eind van de 20e eeuw zijn die techniek ontwikkeld. En op dit moment gaat het steeds verder. En we kunnen steeds meer hogere resolutie kijken. Is het er nou makkelijker of duidelijker op geworden? Ja, we krijgen wel steeds meer inzicht. Maar het blijkt toch dat je met zo'n microarray, dat je 10 of 15 genen, daarvan moet je weten hoe het zit. En dan kun je misschien kijken naar de correlatie. Maar hier zie je dus eigenlijk technieken die gebruikt worden om tumoren te onderzoeken. En ik wil dan nu een aantal van die tumoren nog eens een keer bediscussiëren. Om te laten zien hoe die dan passen in de moleculaire routes. En hier zie je baarmoederhalskanker. Nou, we hebben dat uitvoerig bekeken. Belangrijk is episomaal en geïntegreerd. Belangrijk, wat ik al algemeen zei, genetische instabiliteit. Ook belangrijk. En wat ook bleek, en daar hebben we ook zelf een aantal onderzoeken naar gedaan, dat 3Q, dat bleek een heel belangrijk chromosoom te zijn. Want waarom? Wat zit op 3Q? Daar zit een gen, wat een rol speelt bij de telomerase genen. En het blijkt dat als dat gen geamplificeerd is, dan heb je eigenlijk een hele belangrijke hit. Dus dan kom je weer terug, een amplificatie van een specifiek gen. Alleen nu zit hij dan in de telomerase activiteit, is een belangrijke player. En dit geldt voor baarmoederhalskanker. En dan zie je dan nog een keer wat jullie denk ik ook bij Ivo duidelijk heeft laten zien. De verschillende dysplasie, carcinomen cycli, dat heet dan vaak syndriet. Maliggende carcinoom, basaal membraan door. Dit is normaal wat je ziet aan de histologie. En hier zie je eigenlijk al een doorgroei door de basaal membraan. Vaak is dit heel moeilijk te zien. En vaak wordt zo'n diagnose al gesteld op een paar celletjes die door de basaal membraan heen zijn. Dus dan is het niet zo'n heel groot veld, maar eigenlijk minimaal invasief. Dat betekent eigenlijk niet meer, geloof ik, dan 1 millimeter of 1 tot 3 millimeter. Ook kenmerkend is, en dit is een, vind ik een mooie review die gaat over het papillomavirus, of eigenlijk het ontstaan ervan. Men heeft gedacht dat het virus, wat we ook bediscussieerd hebben, EPT-lagen beschadigt. En het virus gaat dan zitten in de basale laag, zoals deze cellaag. Maar deze cellaag is ook eigenlijk de cellaag die later eigenlijk verantwoordelijk is voor de renewal van het epithel. Die basale, daar zitten in ieder geval, zijn niet allemaal stamcellen, maar een deel ervan zal de stamcel zijn. Die deelt, dan krijg je de parabasale cel. En die cel die kan, laten we zeggen, 60 keer delen en dan gaat die dood. Op basis van zijn beperkte levensduur. Dus in die basale laag, als daar het virus in gaat zitten, dan zal die uiteindelijk aanleiding zijn tot al die afwijkingen die ernaast staan. Graad 1, graad 2, graad 3. En je ziet dat het epithel verdikt. De aantal cellen, afwijkende cellen, wordt steeds groter. En wat hier aangegeven is, dat het virus integreert in het genoom. En dit zijn de episomale. Die cellen die staan daar getekend. En als het virus, laten we zeggen, aan het repliceren is, dan zie je dat bovenin. Dan krijg je dus een hoge virusproductie, want dan gaat L1 gaat omhoog. De reden was dat door die integratie van het virus E2, in ieder geval een deel van E2 verloren gaat, waardoor E6, E7 expressie verstoord wordt, of niet meer geremd. Dan staat hier nog een keer eigenlijk die activatie en waarom ik dat wil laten zien. Daar staat bovenaan H30, de telomerase activiteiten.
Daar staat eigenlijk, ja, hier staat de hele route eigenlijk rondom E6, E7, hebben we allemaal bediscussieerd. Belangrijk eventjes dat daar de onsterfelijkheid, immortaliteit, dat dat ook aangeraakt wordt. Omdat dat een belangrijke ook een marker is voor de instabiliteit. Hier zie je dat nog een keer. Bij ons in de groep werd dat ook wel bediscussieerd. Dus dat haar de producten van het humaan papilloma virus, dat die uiteindelijk, in dit geval ook E2, dat die de telomerase, de HTT onderdrukken. En hier zie je een voorbeeld waarbij de producten van het virus, E6 is een stimulator eigenlijk voor een deel die HTT, en E2 is een onderdrukker. Het probleem is als E2 gedeleteerd is door de integratie in het genoom, dan wordt deze inhibitie vindt niet meer plaats. Dus het lijkt erop dat als E2 gedeleteerd wordt, dat je dan ook eigenlijk een suppressie van die HTT gedeeltelijk kwijtraakt. Maar hier staat dan weer dat je springt dan 3P, daar staat er een repressor op, dat is dus eigenlijk een tumorsuppressorgen. Dus deze mensen die dit gepubliceerd hebben, die hebben dus het verband gelegd tussen een chromosomale afwijking, een viraal eiwitproduct en de activatie van een telomerase, in dit geval het enzym. En wat zie je dan? Dit is een voorbeeld van zo'n incitibilisatieplaatje. Ik heb het al laten zien. Je ziet daar gewoon het epiteel. En daarin met een incitibilisatie hybridiserend op de HPV-partikels zie je in fluorescentie een hele sterke reactie voor de aanwezigheid van een episomaal virus. En hier zie je een voorbeeld van zo'n stukje epiteel. Dit is weer een dysplastisch epiteel, een SYN3. Dat zit dus al heel ver in ontwikkeling. Je ziet hier een kleuring met MIP. En MIP is een proliferatiemarker. Dus je ziet dat die cellen eigenlijk allemaal in delen zijn. Ook die cellen die helemaal bovenin in het epiteel zitten. Maar die zouden eigenlijk helemaal niet moeten delen. Want die zouden terminaal gedifferentieerd moeten zijn. Die zijn hier wel aan het delen. Dus dat ziet er sowieso wel niet goed uit. Op basis van de proliferatie in het epiteel. Want normaal zie je alleen maar eigenlijk de basale laag die prolifereert, en ik denk ook dat Frans Graanmakers dat heeft laten zien. De basale laag is ki-negatief, de parabasale laag is ki-positief. En hier zie je dan een plaatje met in situ, zoals we dat gedaan hebben met een in situ-hybridisatie. En je ziet bovenin, zie je dat in nagenoeg al die kernen, hier blauw gekleurd in DAPI, we zagen daarin eigenlijk in iedere cel eigenlijk één hele sterke dot. En omdat al die cellen hadden dat patroon, kun je ervan uitgaan, is dan een aanname, dat dat een clonale expansie is van een cel waar het virus geïntegreerd is. En in dit geval blijkt dan ook dat er heel veel RNA gesynthetiseerd wordt, waardoor je zo'n heel sterk signaal krijgt. En boven is het gedaan met een niet zo'n hele gevoelige methode, maar hieronder is het gedaan met een methode die nog een sterkere reactiviteit geeft. En in dit geval hebben we daar de reactie wat gedimd met in de opname met de camera. Maar hier hebben we hem opengezet. We hebben heel lang de signalen verzameld en dan een foto gemaakt. En wat je ziet is dat hele sterke cluster. Maar je ziet ook nog twee andere kleine puntjes bij. En dat zijn misschien integraties van één viruspartikel. Dus dat heeft eigenlijk weer met de gevoeligheid van de in situ hybridisatie te maken. Maar je ziet, dit is een typisch voorbeeld van een SYN3 lesies, hoge proliferatieactiviteit. HPV is aanwezig, geïntegreerd in het genoom, dus dat is sowieso een risicolesie. Nou, en als we dan kijken van, we plakken zo'n patroon die we zien, die plakken we op de progressie van de ziekte. Nou, wat zien we dan? Nou, we zien daar een diffuse patroon. Dat is dan eigenlijk dat de kern een beetje gevuld is, daar zit ook RNA. Maar het is een beetje een diffuus patroon. Dat zie je vooral in een merendeel van de SYN 1, 3 tot SYN 3. Het mixpatroon, daar zie je af en toe zo'n vette spot. En ook wat diffuse patronen. Of helemaal het eenduidige punctate-pattern. Dat zie je vooral in de invasieve carcinoma. Dus hier lijkt het op dat de integratie van het virus, dat heel sterk geassocieerd is met de progressie van de ziekte. Wat we dan nu ook graag willen doen, en daar zijn we nu ook mee bezig, dat we assays ontwikkelen die wat makkelijker zijn dan deze methode, want die is toch relatief bewerkelijk, maar dat we met de hulp van een PCR direct kunnen zien
of het virus geïntegreerd is in het genoom. Er zijn ook allerhande PCR-strategieën voor, maar dat is eigenlijk ook in dit geval niet belangrijk. Belangrijk is wel even om te vermelden dat er een hele sterke correlatie is tussen episomaal en geïntegreerd in het genoom. Aan de andere kant, dat is het HPV-veld. En ieder jaar is er een HPV-meeting. Vier keer in Europa, één keer in Amerika of zo, zo de verdeling. Al die mensen die praten alleen maar over HPV. En voor de carcinogenese is HPV de pleger. Als je kijkt naar de kankerwereld van de mensen die kijken op chromosomaal niveau, die kijken ook naar baarmoeder als kanker, die kijken naar de genomische afwijking. Want wat blijkt in die genomische, en dit is een hybridisatie die we gedaan hebben op een paraffinekoepel. Het is een patiëntenbiot, gefixeerd in paraffine. Eerst gefixeerd in formaline, daarna ingebed in paraffine. Daarna is er een dun plakje van gesneden en hier zie je de kernen, die zijn dan nu rood gekleurd. En je ziet een heel sterk signaal, in dit geval is een kern, daar zie je drie spotjes, je ziet er twee. Hier zie je een kern met vier spotjes, hier en je met drie, twee, vier. Dus het is nogal een ratje toe zou je zeggen, maar het maximale aantal is ongeveer vier. Jullie de vraag, hoe komt het dan dat als ik zeg het maximale, of het is een tetrasomie, maar ik zie heel veel twee, hoe komt dat dan? Hoe komt dat? Want al die kernen zouden toch vier kopieën moeten hebben? Dat zijn geen tumorcellen. Zou kunnen. En in principe heb je daar gelijk. Soms zie je ook cellen, die hebben er daadwerkelijk twee. Als je een andere marker combineert, dan blijken het ontstekingscellen zijn lymfocyten. Die moeten twee zijn. In dit geval kan ik je zeggen dat die twee, daar horen er eigenlijk vier te zijn. Maar ik zie er maar twee. Hoe zou dat komen? Ze zijn voor de S-fase. Het zou in de S-fase kunnen zijn, maar dat is in dit geval niet zo. Want het leuke van dit soort probes is, die herkennen het centromeer van een chromosoom. Hè? En het centromeer van een chromosoom, wanneer deelt het centromeer van een chromosoom? Dat DNA, wanneer wordt dat vermeerderd? Want dat is toch ook een onderdeel van de chromosomen. In het begin van de S-cyclus. Nee, dat DNA wordt gerepliceerd vlak voordat de chromatiden uit elkaar worden getrokken. Dus dat is late replicating, zoals we dat noemen. Actieve genen zijn vaak wat early replicating. Maar deze centromeren, die blijf je in een G2, in een S-cel, in een synthesecel, in een G0, in een G1. Eigenlijk in een G2-cel blijven dit altijd vier kopieën als het gaat over een tetraploïde cel. Nou, je moet, de vraag is nou het antwoord op waarom zie ik er dan twee? Nou, je moet het zo beschouwen, zo'n koepel is een 4-mu slice door eigenlijk een veld met allemaal eitjes. Dus je slaat iedere keer dus een kapje af. En doordat je een kapje eraf slaat, haal je als het ware ook die signalen weg. Dus als je nou een volgende koepel zou pakken, die weer 4-mu is, dan zul je zien dat deze cel, dat die verderop ook nog twee signalen had. Dus je slaat ze als het ware door. Dan moet je hele dikke koepels doen, want dan zeiden mensen, oh, dat is ook onhandig. Nou, wij waren altijd voorstander van, nou kijk nou eens, als je nou dat maximale aantal neemt, dan kom je er goed uit. En zijn alle mensen zeggen, nee, dat moet je niet doen. Weet je wat je moet doen? Je moet hele dikke koepels maken. En dan ga je met confocale microscopie ga je een hele reconstructie maken van zo'n koepel. En dan kun je precies zien hoeveel kopieën erin zitten. Je zult ook heel veel publicaties vinden waarin confocale microscopie gebruikt is om deze kernen te onderzoeken. Anderzijds heel arbeidsintensief en door zo'n afschatting van wat hier staat, kunnen we eigenlijk relatief snel die afwijking vinden. Niet als we naar één afwijkende cel moeten sporen, want dan moeten we het anders doen. Nou, uitgaande van zo'n afwijking, ik had het over integratie, ik had het over instabiliteit en hier heb ik dan ook bijgezet telomerase activiteit. Staat hier weer het hele proces, basale cellaag, infectie, persistentie, ontwikkelen van zin 1. Het merendeel van die zin 1 verdwijnt, gaat weer terug naar normaal epithel. Een deel gaat hier verder en zal uiteindelijk invasief carcinoom worden. Wat staat hierachter? Invasieve carcinomen worden vaak te zien bij vrouwen op een hoge leeftijd. Maar ook op een relatieve jonge leeftijd, nu, laten we zeggen rond de 30. Hoe komt dat nou? Nou, je ziet hier dat het moment van infectie en het optreden van zo'n ernstige preneoplasie 10, 13 jaar. Dus hoe komt het dan
dat bij de ene vrouw, laten we zo zeggen, een HPV-infectie was opgegeven op de 40ste en bij de andere op de 30ste, of bij de andere misschien op de 50ste. Waarom zit daar zo'n verschil in? Dat kunnen zeggen. Het is eigenlijk relatief naar jongere leeftijd, die preneoplasie zijn naar jongere leeftijd, omdat de seksuele activiteit op steeds jongere leeftijd, of tenminste seksueel actieve vrouwen hebben een jongere leeftijd. Dus het betekent dat nu zit, vroeger werd gekeken naar die tumorcellen bij vrouwen in, als ze 35 waren. Nu zeg je, ho, 35 is veel te oud, moet je kijken bij 30. En nu zeggen ze, ja, eigenlijk is dat ook al een probleem, laten we kijken bij 25. Maar het verveelde, bij 25 zul je zoveel vrouwen positief vinden voor het virus, dat het niks meer zegt, want dat is een normaal proces. Dus belangrijk is om te beseffen, A, dat er dus een lange tijd zit tussen het geïnfecteerd worden, het ontstaan van een carcinoom. En hier staan allemaal de verschillende stappen waarnaar gekeken is. Polyclonaliteit. Is een tumor, is het monoclonaal? Zijn de chromosomalen diploïd, dat is normaal, of zijn ze aneuploïd, dus afwijkende chromosoomaantallen? Is de celcyclus gereguleerd of gedereguleerd? Allelijk los, is dat nou hoog of laag? Episomaal geïntegreerd, overexpressie E6, E7, en ook hier staat 3Q-amplificatie. Ik weet niet meer uit wat voor verhaal dit komt, dat is een overzichtsverhaal. Maar je ziet gewoon dat er verschillende niveaus zijn waar mensen dingen uitzoeken. En vaak worden die verbanden niet direct zo uitgezocht, de correlatie tussen die twee. Wat is nou de relatie tussen integratie en HTEC? Is dat aan elkaar geassocieerd? Dus belangrijk is, vaak heb je dan wel die lijnen, maar de interacties tussen die twee, daar zitten gaps in. Men weet niet precies hoe dit zit hier. Er zijn mensen die zeggen episomaal, kom, het integreert al in een sin 1. Die zeggen anderen, nee, dat is niet waar, dat is episomaal. Maar hangt dan vaak af van de techniek die men gebruikt. Wij hebben gekeken naar wat de correlatie was tussen genamplificatie, in dit geval van TERC, dus dat is de telomerase activiteit, de RNA-component van de telomerase. En wat wij zagen is dat, aangegeven staat hier, hier zijn dan eigenlijk, er is een balans tussen centromeer 3, waar het chromosoom TERC, of waar het gen TERC op ligt, gaat mee. Dan zijn ze een kopie aantal hetzelfde. En de instabiliteit wordt weergegeven met het open hokje. En wat we zien is dat we ontdekten dat er een aantal SYN3 lesies waren, waarin we vonden dat er een imbalans was tussen centromeer 3 en de 3Q, en die probe. Wat was daar eigenlijk, dat kun je dan hier zien, simpel spotjes tellen. Ik zou het, ja, dit is echt heel debiel werk, maar sorry, dat is altijd gewoon tellen spotjes. Dat vinden mensen dan ook, ja, dat is ook wel erg veel werk. Je moet je te focussen. Er zijn weer allerhande apparaten nu die dat volautomatisch voor je doen. Die maken dus weer zo'n, die scannen zo'n koep en die tellen al die spotjes. En de bedoeling is dat die reacties zo zijn dat iedereen die spotjes kan tellen. Zodat je, dus dat het dan betekent dat de reactie heel goed gereageerd heeft. En hier zie je dan zo'n voorbeeld, hier staat dan TERC-amplificatie. Dus dat betekent die rode spotjes, wat ik ook liet zien voor HER2, dat was ook een amplificatie. Hier zie je dat ook, hier zie je dus heel veel spotjes van dat, die TERC-component. En dat konden we correleren met het invasie, of tenminste invasie, en konden we ook correleren met de aanwezigheid van integratie van HPV in het genoom. En dus er was een voorbeeld, baarmoederhalskanker, aneuploïdie, integratie van het virus. Nu ga ik naar hoofdhalstumoren. Dan ga ik dus, laten we zeggen, naar de man. Want hoofdhalstumoren komen over het algemeen voor bij de man. De incidentie is daar wat hoger. En de vraag is, kunnen we nou moleculaire markers maken die kunnen voorspellen of zo'n tumor of een preneoplasie die wordt gevonden, of die weer gaat terugkomen. Dus je opereert en dan komt die patiënt toch weer terug met een preneoplasie, of komt hij dan weer terug met een tumor. En kunnen we ook, en dat is een probleem, er zitten vaak hele kleine haartjes van die cellen, afwijkende cellen in normaal wezen, kunnen we die herkennen.
Nou, daar hebben we ook de in situ voor gebruikt, maar even om het veld weer aan te geven. Dit is het veld van oral leukoplekieën. Dat zijn dus plaques in de mondholte. En ik denk altijd zo, ja, als je zoiets hebt, dan ga je toch even naar de dokter, want dan zou het nooit laten zitten. Okay. Maar vaak zie je nog grotere plaques. En in dit geval is het oral cancer, dus dat is al een kanker. Dus dan denk je, ja, dat moet je toch opmerken of zo, ga naar de dokter, zou ik zeggen. Maar in bepaalde landen, en dat is natuurlijk vaak ontwikkelingslanden die geen, waar de zorg beperkt is, daar worden vaak dit soort afwijkingen gevonden. En wat je dan ziet is, hier krijg je weer dat hyperplasie, proliferatie, afwijking, dysplasie, moderate, severe. En dit is dan kanker, op basis van de histologie. Daaronder staan dan moleculaire markers. En hier heb ik dan weer een aantal neergezet voor op basis van LOH. Hier staat 3P, 9P en hier staan weer een aantal andere targets. En we weten op dit moment 9P, daar zit P16. 3P, daar zit specifiek een tumorsuppressagen. En hieronder staat wat het risico is. Low risk, intermediate, high risk voor progressie van de ziekte. Dit werd in 2001 in New England beschreven als een model voor hoofdhals. En Sudbo, een patholoog uit Zweden, die was opgevoed in een veld van DNA flow cytometristen, mensen die allemaal DNA-inhoud meten. En die had in 2001 een heel mooi verhaal in New England Journal of Medicine. Als je daar een publiceert, nou, dan voel je echt een, dan veer je rond. En zei ze al, ja, maar heb je mijn artikel aan New England gelezen? Want dat is echt, ja, de top. Dus die Sidbo, die publiceerde een ongelooflijk simpel verhaal eigenlijk, maar geniaal. Want wat deed hij? Hij pakt die leuke plakier en hij maakte er een koepel van. Hij stanste daar een rondje uit. Wat je daar ziet. Hij bracht die op een dekglaasje. Hij kleurde dat DNA. Allemaal eenvoudig, kost ook helemaal niks. Hij had een apparaat waarbij je die DNA-inhoud van al die cellen kunt meten. En wat hij maakte is zo'n DNA-profielclassificatie. Hij pakte dus hier, dit is normaal. Hier zie je een aneuploïde piek. Hier zou je dan eigenlijk de S zien en de GTM. Nu zag je hier een aneuploïde piek met hierboven hele kleine, hele grote kernen die een heel hoge DNA-inhoud hadden. En wat hij deed, hij zette dat op de disease-free survival, dus kankervrije of ziektevrije overleving. En wat hij ontdekte is dat diploïde lesies, als je dat meet, ziet er goed voor je uit. Gefeliciteerd, je krijgt niks, je hoeft eigenlijk geluk, ziet er heel goed uit. Worden het aneuploïde, ja dan moet je zeggen laten we het goed in de gaten houden, want je zit toch aan de kant van het terugkomen van de ziekte binnen 5 jaar is 90% weer teruggekomen. Dus dat is niet zo goed. En hij ontdekte ook dat die tetraploïde, wat er staat, de middelste, dus dat is van alles 4. Hè, dus dan is het toch afwijkend, want dat hoort niet, maar alles is dan 4. 4 chromosomen 1, 4 chromosomen, dan heb je een DNA-inhoud die lijkt op tetraploïd. Die doen het zo, de intermediair. Nou, dus dat was geweldig, want hij kon die zo uit elkaar halen. En hij zei, luister, als een patholoog dat moet doen, en die plakt erop al die histologieën, dan krijgen we dit. Severe dysplasia, dat was ook vervelend, want die deden het eigenlijk het beste. Moderate dysplasia en mild dysplasia, dat is net andersom. Dus de patholoog die bakt er niks van. Dus daarom lukt het ook om in New England te komen met dit verhaal. Hij liet dan ook zien dat, dit was geweldig. Anekdote over Sudbo. Sudbo publiceerde later ook dat deze mensen reageerden op specifieke cytostatica. Uiteindelijk bleek dat dat verzonnen was. Hij is ook gewaarieerd, hij is geen patholoog meer. En het is ook een van de standaard, de laatste stond het weer in de Volkskrant, van fraudeurs. Dus we weten ook niet of deze data die hij had, of die klopt. Hij heeft data verzonnen. Vervelend, dan kan ik zeggen waarom wij dat nou zien. Nou, dit is wel het voorbeeld, deze Sudbo, als je vaak kijkt, is een voorbeeld van iemand die, we kunnen niet meer achterhalen of dit nu klopt. Ik denk dat dit gedeeltelijk klopt en ik zal je laten zien waarom. Maar hij had zulke grote aantallen, wij hebben nooit zulke grote aantallen diploïden kunnen vinden. Die zijn er niet.
Dus die kun je, dus hoe hij een leuke plakkie komt, die allemaal diep liet, die zijn er gewoon niet. Dus ik denk dat hij een groepje had van 20 waar het precies klopt en dacht, ja, maar 20 kan ik niet publiceren. Dus die heeft een wonderbaarlijke patiëntenvermeerdering toegepast en heeft uiteindelijk die curves kunnen maken. Hij is taxichauffeur geworden, wat er nu met hem gebeurt, ik weet het niet. Maar dit is een voorbeeld van, ja, luister, dit gebeurt en ook in Tilburg, laat ze ook weer mensen die data verzinnen. Oké, okay, daarom is het belangrijk dat er ook andere publicaties waren. Maar om een voorbeeld te geven, wij hebben een ingezonden brief gestuurd op dat verhaal van Sudbo. Wat wij zeiden, die Sudbo die heeft dat wel mogen gepubliceerd in 2001. Maar hij vergeet te refereren naar een werk wat wij hier gedaan hebben met Joris Veldman in Journal of Clinical Oncology. Dat is ook een vrij hoog blad, zitten we erg hoog in de klinische journals. Waarin we zeiden, wat we gezien hebben, is dat, en nu staat er iets anders, nou staat er niet DNA-inhoud, maar nou staat er op basis van in situ staat er stable genome en instable genome. En wat we gedaan hebben, we hebben gewoon gekeken naar de verhouding tussen chromosoom 1 en chromosoom 7. En wat we ontdekten, dat als patiënten hoorden bij de stable chromosoom content, dus dat was een dysplasie waarbij het stabiel was, dan deden die patiënten het heel goed. En deze patiënten, die hadden een instable chromosome content, dus dat betekent een balans tussen, inbalans tussen 1 en 7, die doen het heel slecht. Dus wij stuurden ze een grapje, niet een grapje, als officiële reactie naar dat blad. We zeiden, goh, kijk nou eens, wij hebben het, misschien heeft hij wel gelijk, want wij zien het ook. Oké, was niet van belang, die brief is er nooit ingekomen, maar dat is jammer. Maar even om aan te geven, wij vonden dat hij naar ons had moeten refereren. Waarom? Omdat we eigenlijk hetzelfde laten zien als wat hij deed. En ik denk dat is ook een verdacht, want meestal refereer je ook naar mekaars publicaties. Maar even om aan te geven, via twee routes lijkt het erop dat twee dingen die je ziet, dat die wel complementair aan elkaar zijn. In situ was daar dan een voorbeeld van. Nou, wat we ook ontdekten, en dit is eigenlijk een type reactie die we donderdag zelf gaan doen. Dit is weer een dysplasie. Nu zijn de kernen tegengekleurd met hematoxyline, dat is de blauwe kleurstof. We hebben dat paraffinemateriaal heel sterk voorbehandeld, zodat die probe, in dit geval van chromosoom 1, dat die goed bij de DNA kan. En we hebben die laten hybridiseren. En wat je dus hier ziet, dat zijn weer hè, die eitjes die je af en toe doorslaat. Maar hier zie je heel mooi cellen, die 3, 4 afwijkende chromosoom aantallen laten zien. Nou, wat was nou bijzonder aan dit gebied? Dat de patholoog vaak moeilijk heeft om naast tumorgebied heb je vaak normaal gebied. Dat is de resectierand tumorvrij. Nou, in dit geval is er een kleuring voor P53 gedaan, want die zou eventueel informatie kunnen geven of er afwijkende cellen zijn. Dat zag je in dit geval, zag je dat ook. En hier zie je P53, en ligt er direct naast. Morfologisch zijn die cellen eigenlijk, zien er hetzelfde uit, maar deze lijken toch afwijkend zijn, deze normaal. In ieder geval afwijkend voor P53 expressie. Nou, wat laat de in situ nou zien? De in situ laat zien dat inderdaad deze cellen die daar liggen, die zijn genetisch afwijkend en de cellen die hier liggen, die zijn genetisch normaal. Dus wij dachten, oké, dus op basis van zo'n in situ, je zou ook P53 kunnen pakken, maar dat hebben we dan vergeleken. Met de in situ zou je kunnen gebruiken om die instabiliteit te laten zien. En dat is op dit moment ernst van speel. Heeft naar aanleiding van deze initiële data, want dat is een kleine patiëntengroep, heeft nou een project waarbij mensen die een tonsilcarcinoom hebben, of een dysplasie, daar wordt gekeken of er genetische instabiliteit is voor 1 en 7. En dan wordt dat meegenomen om te besluiten om die patiënt toch nog een keer opnieuw te gaan opereren. Of te zeggen, laten we niks doen. Want deze patiënt is als het ware stabiel. Dus we gaan dan, je kunt dan wat selectiever, een selectievere behandeling geven. Markers. En de type research heet dan translationele research. Moleculaire markers of fundamentele research in de kliniek brengen. Nou, dit is dan het model wat wij hadden voor de aneuploïdie. Kijk, en hier staat genetische instabiliteit. Dat staat dus eigenlijk voor de ernstige dysplasie
daar zie je dat die chromosomale instabiliteit ontstaat. Oké, okay, dus hier staat, kunnen we dus de moleculaire markers gebruiken voor het risico. Nou, dan is instabiliteit is daar een marker voor. Ook belangrijk is, en dat is eigenlijk ook pas sinds kort ontdekt, baarmoederhalskanker nou is al jaren als het ware geassocieerd met HPV. Maar ja, toen de HPV-testen er waren, gingen ze op een gegeven moment ook kijken naar tonsilcarcinomen, dus amandelkliertumoren. En dat zijn mensen vaak op hoge leeftijd en boven de 40, 50. En wat er gebeurt is, bij die mensen zie je dat veel van die tonsilcarcinomen ook HPV-positief zijn. Dus het lijkt erop dat een deel van die tonsilcarcinomen HPV geïnfecteerd zijn. En de vraag was, ja, wat doet het dan met P53? En wat zien we dan als we zo'n HPV in situbilisatie doen? Nou, hier zie je gedaan is. En in situbilisatie weer het typische integratiepatroon, het episomale, in dit geval dan eigenlijk in squameuze lesies. En we hebben gekeken bijvoorbeeld naar de status van P53. Henriette Hafkamp heeft in International Journal of Cancer een aantal van deze verhalen gepubliceerd. En wat ze ontdekte is, dat als je kijkt naar de regio van hoofd-hals en je kijkt naar P53 positief en P53 negatief. Nou, de P53 negatieve tumoren, daar zijn de meeste, die zijn ook HPV negatief. En dat zouden we eigenlijk ook verwachten, hebben we ook in onze groep bediscussieerd. Als P53 al ontregeld wordt door HPV, dan zou je eigenlijk, en dat is dus een beetje, en over vlotten zat ik weer te kijken, ik had deze hier moeten zetten. Want die is dus P53 negatief en HPV positief. Die tumoren, daar is P53 ontregeld door het humaan papillomavirus. Deze twee hadden verwisseld met de oren. Dus die zijn immunosystemisch P53 negatief, want dat wordt ontregeld door het humaan papillomavirus. Dus dat moet hier komen. En in deze groep van de HPV-positieve en de HPV-negatieve, daar blijkt dat er dus HPV-positieve zijn die ook nog hoge expressie hebben van P53. Dat is helemaal gesequenced. En uiteindelijk is er ook gevonden dat er geen mutaties in P53 waren. Dus de reden waarom nou P53 ook tot expressie komt, dat weten we niet. Nou, hier staat dan nog een keer de voorspelling van risico van hoofd-hals, overexpressie van P53, zwaar zeggen open deur, want daar hebben we het over gehad, imbalance tussen chromosomen, allelic imbalance en uiteindelijk dan ook dat degenen die HPV positief zijn, dat die vaak P53 qua mutaties in ieder geval negatief zijn. Dus dit was hoofd-hals, waarbij een associatie is voor met HPV. En waarom wordt nu nog veel meer gekeken naar of zo'n tumor HPV positief is? Het blijkt namelijk dat tumoren die HPV positief zijn, die kunnen heel goed, die reageren heel goed op chemotherapie dus, en radiotherapie. Dus die tumoren worden behandeld met radiotherapie en chemotherapie en reageren dan goed. Waarom? Omdat die waarschijnlijk nog een intacte route hebben voor P53. En dat is denk ik het laatste, het voorbeeld van blaascarcinoom. Dus een ander voorbeeld van een solide tumor. En dat is daar is het ook heel belangrijk van, want mensen die een blaascarcinoom hebben, die worden vaak gediagnosticeerd en dan wordt de lesie weggehaald. En daarna wordt die vaak nog weggehaald en dan moet er BCG gaat erin, dat is het therapeuticum. Dan wordt het epithel gestript en dan wordt een immuunrespons vindt plaats. Het epithel wordt opnieuw aangemaakt en je hoopt dan dat de patiënt genezen is. Het vervelende is dat vaak een deel van die mensen, die hebben een preneoplasie, wordt weggehaald. Een jaar later komen ze terug, wordt weer weggehaald. Een jaar later komen ze weer terug, wordt weer weggehaald. En zo zijn er patiënten die wel 10 keer zo geopereerd worden. Maar dan hebben ze zoveel lesies in de blaaswand dat uiteindelijk toch de blaas eruit moet. Terwijl de afwijking die ze hebben is eigenlijk een relatief goedaardige afwijking. Alleen werd in het begin niet ontdekt. En daar kom ik dan hier op terug. Hier staat dat nog een keer weergegeven. Nou weer op een andere manier.
om eigenlijk te laten zien dat de meeste tumoren, daar kun je allemaal van dit soort routes vinden, waar men al gekeken heeft naar de genetische afwijkingen. En hier zie je een route, dysplasie, nou daar hoeven we ook niet over te hebben, daar hebben we ook al vaak gehad, hypoplasie en die kant. En hier staat P53, ook over gehad, vaak mutaties P53. Er is een chromosomale aneuploidie, dat geeft de flat lesion, niet van zo'n bloemkoolachtig, maar vlakke lesie in het epithel. Dat noemen we ook carcinoom in situ. Dan raakt chromosoom 9 weg en je hebt een invasief carcinoom. Dit is de route voor het echte agressieve blaascarcinoom. En die route, hypoplasie, en dan staat er in één keer verlies van chromosoom 9, hadden we het over gehad. Nog specifieker verlies van 9P21, de P16 locus. Homische grote deletie, er is zelfs helemaal geen P16 meer aanwezig. Dat geeft allemaal papillaire lesies. Of geeft lesies van een lage maligne potential. Dat vindt polyploidisering plaats, eigenlijk algemeen. En je hebt dan ureteel met een hoger maligne potential. Maar nog steeds staat hier streepje. Maar dit gaat heel langzaam en het gaat heel moeilijk. Alleen het vervelende is dat als je dat hebt wat erboven zit, dan moet je oppassen. Want als je dat laat zitten, dan heb je op een gegeven moment dat door de hele blaasepithel die cellen verspreid zijn. Nou, en wat doet men nu dan? Nou, men heeft de probes ontwikkeld en die ook gebruikt worden in de diagnostiek. Waarbij tumorcellen in een blaaswas, dus je levert je blaas in een blaaswas, of je levert je gewoon je urine in, je maakt er een sediment van. En je doet zo'n in situ-immunisatie en je kijkt of er afwijkende cellen zijn. En in dit geval gaat het over, moet ik even kijken, ik denk 7, 9 en 9P21. Hier zie je 2 keer 7, 1 keer 9 en 1 keer 9P21. Of net andersom. Dus je ziet dan dat er chromosoom 9 verloren is. En dit is een laaggradige tumor. Voorbeeld, dat, een voorbeeld dus waar zo'n techniek gebruikt wordt in patiëntenzorg. Ander voorbeeld waar je die technieken voor kunt gebruiken. Aan deze kant zie je een histologisch veld, schematisch weergegeven hoe zo'n koepel in elkaar zit, met verschillende graden van de preneoplasie en ook carcinoom in situ. En hier zie je dan wat we vinden met chromosomale afwijkingen. En wat we hier zien is dan weer het verlies van chromosoom 9, in dit geval 1 is weer groen, rood is chromosoom 9. We komen aantonen dat 9 weg is. En dan zie je hele mooie strengen en al die cellen die hebben mononegen. En dat is dus daar ook te zien, hele velden. En op een gegeven moment zie je een ander veld, daar lijkt het net alsof die cel zich vergist heeft. En dat zie je hier. Kijk, hier zie je 2-1 en hier zie je 4-2. Hoe komt dat 4-2? Eenvoudig, dat proces van tetraploidiseren, polyploidisering, heeft daar plaatsgevonden. En de patholoog die zet op dit gebied in één keer een hooggradige lesie, terwijl daarna zet hij een laaggradige lesie. Dus het lijkt erop dus dat hij die cellen herkent als hooggradig, maar daar is het DNA verdubbeld. En de afwijking die er was, die zat al in de, laten we zeggen, laaggradige. Dus deze cellen die kunnen ook daadwerkelijk polyploidiseren. En dit was dan eigenlijk om een onderscheid te maken tussen die verschillende stadia. En, ja, dat is ook opgeschreven, dat laat ik dan even uit weg. Clonale expansie, daar hebben we het over gehad. Een voorbeeld eigenlijk om te laten zien wat er nou met dat ei-chromosoom aan de hand is. We hebben ook lange tijd gedacht, we kunnen dat ei-chromosoom gebruiken als een marker voor instabiliteit. Want als ei weg is, dan ja, wat zien we dan? Nou, hier zie je een gebiedje waarin eigenlijk helemaal geen ei aanwezig is. Die is weg, er zit geen rood signaal meer. En daar zie je nog wel cellen met een rood signaal waar het ei-chromosoom wel degelijk aanwezig is. En dat zie je hier eigenlijk ook. Maar je ziet dus ook hier cellen waar het afwezig is. Dus je ziet hier de basale laag, daar is het virus, of sorry, in de basale laag is het ei-chromosoom aanwezig. Maar al die cellen die hierboven zitten, daar zitten er enkel in, daar is het wel aanwezig, maar de rest eigenlijk niet. Hoe kan dat nou? Nou, dat geeft nou aan dat proces dat als tumorcellen expanderen, dat ze op een gegeven moment ook over andere cellen heen kruipen. Ze expanderen lateraal. Dat is ook waar ze aannemen dat zo'n tumor, dat die zich zo spreidt,
En dat je, ja, dat kun je hiermee zichtbaar maken. Voor de patholoog, je kan geen onderscheid maken. Die noemt dat allemaal preneoplastische cellen. Je hebt geen marker daarvoor. Ook P53 zal in dit geval niet informatief zijn. Want ik denk dat alle cellen P53 negatief zijn. Maar je ziet dus dat er toch verschillende composities zijn. Het gekke is alleen dat die basale laag die daar ligt, die heeft nog het Y-chromosoom. Dus ja, wat is daar aan de hand? Nou, dat kun je dus zichtbaar maken met dat soort technieken. Dat was de traditionele gewoon FISH. Nog even terugkomen naar chromosome painting, comparative genomic hybridization en array. Alles eigenlijk gebaseerd op hybridisatie. En hier zie je dan, als je chromosomen zou willen kleuren, hè, bijvoorbeeld om leukemieën en specifieke translocaties zichtbaar te maken. Nou, wat je zou kunnen doen met flow cytometrie, kun je DNA, in dit geval chromosomen, sorteren. Dus je maakt metafase chromosomen, die heb je dan in een oplossing zitten en je sorteert op basis van DNA in hoeveelheid. Want chromosomen is het grootst en 22 is het kleinst. Je sorteert al die chromosomen uit, die heb je dan mooi in een potje zitten, in een appje. Je labelt ze met een bepaalde kleurstof en je hybridiseert ze op de metafaseplaat. En dan zul je alle, en in dit geval staat daar, je hebt dan alle chromosomen gelabeld. En daarachter staat het woordje COT1. Je moet er dan COT1 bij doen. Nou, wat is dan COT1? COT1, dat zijn alle DNA's die van repetitieve sequenties. Want 90% van ons chromosoom is eigenlijk niet coderend. Maar bestaat ook voor een groot deel uit repetitieve sequenties. Omdat die op alle chromosomen voorkomen, moet je die sequenties blokkeren. Omdat die niet specifiek zijn voor genen. En door juist die genen, die geven de specificiteit aan een hybridisatie op een chromosoom. Dus je hebt daar een mengsel, je hybridiseert dat op metafaseplaten. En dan alle chromosomen krijgen een bepaalde kleur. En in dit geval kun je dus zo een specifieke translocatie herkennen. Arbeidsintensief. Maar je kunt er wel kijken naar een translocatie tussen chromosoomdelen. Nou, alle mensen die dus die CGH, die Comparative Genomic Hybridization, die dachten op een gegeven moment, nou weet je wat we nou moeten doen? Dan moeten we dat eigenlijk hetzelfde doen, maar dan stoppen we niet chromosomen. Hè? We maken geen metafase chromosoom, we maken gewoon, we bestellen alle DNA-probes en dan worden DNA-probes die dus coderen voor een specifiek gen, dat zijn dan in dit geval BACs, die spotten we op een glaasje en dan maken we dus zo'n array, we spotten daar iedere keer zo'n lang DNA-fragment die codeert voor een specifiek gen en we hybridiseren dat. En dan krijg je dus niet zo'n metafaseplaat waarop je hybridiseert, het is een voorbeeld met een amplificatie voor 8 op chromosoom 8, dan zie je dat dit wat groter van kleur is, maar dat is dan CMYC. Wat daar ligt en daar kun je dus op hybridiseren en op zijn array krijg je dan eigenlijk die kloon die dan hoop in kopie aantallen aanwezig is. Nou, dat is nu verfijnd, dat kun je nu doen, dat hebben jullie ook uitvoerig bediscussieerd, dat kun je nu doen voor de kleinste target, eigenlijk op oligo's kun je deze hybridisaties uitvoeren. Maar hier zie je dus eigenlijk de overgang van hybridiseren op metafase chromosomen, wat eigenlijk de initiële experimenten was, dat was array nog helemaal niet in vragen en die is later vertaald eigenlijk in een techniek waarbij door deze DNA's te spotten de hybridisaties kunt uitvoeren. Nou, en op dit moment kun je eigenlijk alles spotten, je kunt alles meten, maar dan is het, gebaseerd op hybridiseren op glas. Ja, hier zie je dat dan nog een keer aangegeven en hier kun je dus weer, nou zijn dus eigenlijk veel van die tumoren waar ik het over had, daar heeft men ook weer gekeken wat er dus aan de hand is. En hier zie je dat dan eigenlijk voor de homozygote deletie van 9p21. Nou, daar ligt dus p16 en dat zie je hier, zie je dat eigenlijk heeft. Dus dan, dit zijn de signalen voor gebalanceerde en hier is hij helemaal weg. En dat zijn dus eigenlijk deleties op dat chromosoom. Ja, en op dit moment worden deze technieken ook gebruikt voor de diagnostiek. Dus even samenvatten, allerhande verschillende technieken. Eigenlijk allemaal met de bedoeling om eigenlijk terug te koppelen aan de pathologie, terug te koppelen aan verschillende tumortypen. Maar eigenlijk is het allemaal van alles, maar dan het lijkt veel hetzelfde. Maar dat is ook zo, want iedereen is eigenlijk aan het kijken naar specifieke chromosomale veranderingen. En wat wij in practicum 2 zullen doen, is een FISH
om eigenlijk te plooien die verschillen tussen de ene patiënt en de andere patiënt uit te zoeken. Daarvoor pakken we een DNA-probe die herkent chromosoom 1 of chromosoom 17, is nog niet helemaal zeker, om te kijken wat de verschillen zijn. En we hopen dan van die plaatjes te krijgen die jullie nu ook vandaag gezien. Dat was eigenlijk wat ik wilde zeggen. Ik kijk even wat er is, hè. Stop dat ding.